Goedenavond. Het is 11:55 voor de Tamboer in Hoogeveen. Het theater staat financieel aan de rand van de afgrond. En dat betekent dat het roer om moet. Wij zijn een statisch theater aan het worden. Wat stilstaat, met enorme financiële problemen. En door financiële problemen raak je verlamd. Theaterfestival Art of Wonder geopend in Assen. Camping Buitenland van Floortje Dessing opent dit weekend in Zandpool. En natuurlijk het weer met Loes. Het was mooi weer vandoor om het weer op te gaan. Maar kunnen we nog even genieten van dit mooie weer? Of was dit de laatste dag dat het zo warm was? Straks vertel ik er alles over. Het is erop of eronder voor Theater de Tamboer in Hoogeveen. Ondanks goede bezoekersaantallen staat het theater aan de rand van de financiële afgrond. De gemeente moet de Tamboer nu redden. Waar mensen vroeger een jaar van tevoren kaarten kochten en de kast van de Tamboer spekten, besluiten ze nu vaak pas kort tevoren naar welk cultureel uitje ze gaan. En er zijn grote theaters in Assen, Emmen en Zwolle bijgekomen. Er zijn gewoonweg te veel theaterstoelen. Nou, deze zaal is te groot, dat is duidelijk. 20 jaar geleden gebouwd, toen er heel veel voorstellingen waren die echt op reis waren en door heel Nederland en grote theaters zochten. Dat gebeurt niet meer. Men blijft nu in een circustheater hangen. En deze zaal is eigenlijk veel te weinig in gebruik en zou kleiner gemaakt moeten worden. Nou, ik ben geen architect, maar je zou eraan kunnen denken om bijvoorbeeld de achterste rijen, om daar een aantal stoelen weg te halen, muren naar voren te halen, het wat intiemer te maken. Dat is eigenlijk gewoon de huidige Tamboer met wat rijtjes stoelen van de balkons eraf en een klein beetje herinrichten, maar toch wel een beetje voortborduren op hetzelfde verhaal. En dan denk ik, ja, dat lukt ons de afgelopen 15 jaar niet om dat voor elkaar te krijgen, rendabel te krijgen. Dus waarom zou het nu in één keer met dalend theaterbezoek en meer concurrentie wel lukken? Wij denken dat een stadstheater een betere keuze is. GroenLinks wil alles slopen en een veel kleiner theater. Maar een meerderheid van de raad neigt naar het redden van de Tamboer. Omdat we gewoon graag willen dat Hoogeveen een goed theater houdt. Dat niet alleen voor alle inwoners er is, maar dat ook een goede functie heeft als het gaat om de amateurverenigingen. Maar daarnaast ook een functie in de regio als het gaat om een artistieke toegevoegde waarde. Maar die regiofunctie is de Tamboer kwijtgeraakt, dus daar moet iets gebeuren. Ja, kijk eens naar een poppodium. Je hebt een goede locatie tussen Groningen en Zwolle in. En feitelijk, de basis die daarvoor nodig is, die ligt er natuurlijk al met het huidige podium. En dan zou dat podium in kunnen schuiven in dit podium? Precies, en we hebben ook aan de wethouder gevraagd om dat te onderzoeken. Dit is de oude zaal van de Tamboer. En wat je hier je zou kunnen voorstellen is dat het podium waar ik nu op sta, dat je dat doortrekt de zaal in. Dat je de vlakke vloer in feite vergroot en waardoor je een hele mooie, compacte, intieme poppodiumzaal zou kunnen creëren. De overige culturele instellingen zoals het podium willen best wel samen met de Tamboer. Maar dan moet het theater eerst haar financiële nood van dit moment oplossen. En daarvoor gaat de gemeenteraad waarschijnlijk 1,2 miljoen euro beschikbaar stellen. Maar als de gemeenteraad dat doet, dan zegt ze eigenlijk ook ja tegen de verbouwplannen voor een ander theater. En daarbij moet de Tamboerpassage, de winkelstraat die moet verdwijnen, ook betrokken worden. En dan heb je het over een investering van 14 miljoen euro. Verwondering, daar draait het dit weekend om bij het jeugdtheaterfestival Art of Wonder, dat dit jaar voor het eerst in het centrum van Assen wordt gehouden. Nou, en verslaggever Petra Wijnsema die staat in de gouverneurstuin waar het festival zojuist is geopend. Ja, Petra, hoe was die opening? Nou, we hebben optredens gezien van Tosca Mente, kinderboekenschrijfster van Dummy de Mummy onder meer. En zij vertelde over haar schrijvershersenen. Van, daar kun je alles mee verzinnen. Ook zagen we optreden van Sneeuwvonk, theatergroep. En die hebben liedjes gebracht op originele teksten van Shakespeare. En nog steeds bezig, kun je hier achter mij zien, de act van Jelicious. Laten we even kijken naar een stukje. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me le dit le jury pour la vie unie. Donc ils sont aperçus. Alors je sens en moi mon cœur vivant. Ja, dat was alvast een stukje van de opening. Wat is er deze dagen allemaal te zien?
Ja, er is beeldend theater te zien, straattheater, zang, dans op heel verschillende plekken. Hier in de Gouverneurstuin, maar bijvoorbeeld ook op de Brink en zelfs in een boekwinkel. Het is een festival eigenlijk voor de jeugd, maar ook leuk eigenlijk voor het hele gezin. Vanmiddag waren we al even een kijkje aan het nemen bij de voorbereidingen. Assen is klaar voor het eerste Art of Wonder jeugdtheaterfestival in de Gouverneurstuin. Daarachter nog een voorstelling van Ente Jong, die duurt een uur en een kwartier. Zenuwachtig? Nou, lichtelijk toch wel een beetje gezond gespannen. Ja. Het is voor mij de eerste keer dat ik inderdaad een festival programmeer. Ik ben normaal dramaturg en regisseur en ik geef les. Dus ik zit absoluut al lang in het vak en ook binnen het jeugdtheater en op dit vlak ook. Maar echt concreet een festival, dat is ook mijn première, ja. Klopt. Verschillende locaties betekent dat je ook heel veel mensen in de weer hebt. Zowel publiek, maar ook de verantwoordelijkheid dat het publiek goed begeleid wordt. Dat alle gezelschappen goed staan. En daar heb je gewoon heel veel mensen voor nodig. Ik verheug me er heel erg op. We hebben natuurlijk maanden naartoe gewerkt allemaal. En ja, ik heb de programmering gedaan. Dus nu zie ik natuurlijk straks pas het resultaat van alle gezelschappen die hier komen. Het is voor ons ook de eerste keer, het festival. Dat betekent ook dat we gezegd hebben van in dit festival gaan we ook verschillende dingen uitproberen. Betaalde voorstellingen, gratis voorstellingen, voorstellingen met vrijwillige bijdrage. Maar dus ook buiten en binnen. Mocht het heel slecht weer zijn, dan hebben we in ieder geval een aantal hele leuke binnenvoorstellingen. Die dan hopelijk nog niet uitverkocht zijn. Ja, Petra, jij bent nog steeds daar in die Gouverneurstuin. Verwacht je dat het daar druk gaat worden? Nou, de organisatie verwacht dat er toch wel minstens 3500 mensen komen. En dat is dan voor de eerste editie. Ze hebben zelfs nog grote plannen voor de toekomst. Volgend jaar bijvoorbeeld denken ze aan nog spectaculaire voorstellingen. Uit het buitenland ook. En dan hopen ze toch wel op 5000 bezoekers tot wel 10.000. Maar in ieder geval zoveel te zien hier. Ik zou zeggen, kom en neem zelf een kijkje. Petra, dankjewel. En accent in de voeten. Fel. Hoofd naar beneden. En fel. Goed. Ik wil wel heel graag naar de Olympische Spelen. Als dat kan. Echt? Ja. Even kijken. Je bent nu 12. Hoe lang moeten we wachten? Ik denk 2024. Zometeen meer over dit talent. Piet van Dijk uit Nijbeets wordt burgemeester in de gemeente Aanhunze. De 54-jarige Fries volgt Erik van Oosterhout op, die sinds maart burgemeester is van Emmen. Van Dijk is nu nog wethouder voor een lokale partij in de gemeente Opsterland. Van Dijk staat bekend als een betrokken bestuurder met humor. Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester op 14 september wordt geïnstalleerd in Aanhunze. Een vrouw in Valthermond heeft gisteravond meer dan 5 uur in een sloot gelegen met haar scootmobiel. Een wandelaar vond haar en belde 112. De vrouw was rond 1:05 met de scootmobiel haar honden aan het uitlaten op de Valterdijk. Vervolgens is ze van de weg geraakt en in de sloot terechtgekomen. Het is niet bekend waarom ze de controle over de scootmobiel verloor. Een ambulance heeft de vrouw ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. En dan een bijzondere vangst voor de politie in een oude zandafgraving bij Drouwenermond. Deze oude Toyota Carina lag waarschijnlijk al een lange tijd onder water. De politie ging naar de huidige visvijver omdat er een melding was van een olielekkage. Het is niet bekend hoe en wanneer de auto in het water belandde. 12 kunstenaars willen in Frederiksoord laten zien hoe de samenleving er in de toekomst uit zou kunnen gaan zien. En dat doen ze op een militair basiskamp. Vandaag is het terrein opgeleverd. Basiskamp 1.0 is klaar. Met deze overhandiging mogen de kunstenaars hun gang gaan. In september komen 12 man uit het land onder leiding van Edwin Stolk hun utopische samenleving vormgeven. Ja, die gaan zich bezighouden met onderwerpen die aangedragen worden door de gemeente Westerveld en de provincie. En die heb ik eigenlijk gevraagd van welke thema's spelen een rol bij de verzorgingsstaat van nu. Waar we verdieping op zouden willen hebben of waar we verder onderzoek naar zouden willen doen. En daar gaan deze kunstenaars over nadenken, over deze thema's. De grote inspiratiebron is Johannes van der Bos, die 199 jaar geleden de grondlegger was van de Nederlandse verzorgingsstaat. Met plannen voor zorg, onderwijs en de aanpak van armoede. Hij kwam met ideeën rondom zorg, rondom leerplicht, rondom ouderenzorg. Dus hij was heel erg al toekomstgericht bezig met de verzorgingsstaat. En daar kan dit podium straks, waar Edwin straks mee aan de slag gaat, best een goede invulling aan bieden.
Het militaire basiskamp is de eerste culturele activiteit om het 200-jarig bestaan van de maatschappij van weldadigheid te vieren. Over 3 maanden is iedereen welkom om zijn plannen voor een duurzame en toekomstbestendige samenleving te geven. Floortje Dissing is bekend van haar reisprogramma's. En nu heeft ze een nieuwe uitdaging gevonden. Camping Buitenland in Zandpool. Ruim 1 jaar is eraan gewerkt. En dit weekend wordt de opening gevierd met een uitverkocht festival. Genieten van groen, ruimte en rust. Buitenspelen, creatief bezig zijn en ontsnappen aan de drukte van de stad. Dat is de bedoeling van deze camping. Fikkie steken, zwemmen in het zwemmeer, en door het bos lopen. Kinderen weer lekker buiten laten spelen. Niet altijd maar met iPads en alles. Gewoon lekker een beetje terug naar de natuur. Ik vind het wel leuk. We, dat is Floortje Dessing en 4 vrienden met wie ze de camping kocht. En dus staat de presentatrice, die normaal gesproken naar alle uithoeken van de wereld reist, opeens in Zandpool. Oh ja, die grap heb ik al echt al heel vaak gehoord. Van, oh, dan zit je, ook door mensen hier in Drenthe zelf. Nou, nu zit je echt aan het einde van de wereld. Maar dat is echt... Joh, dit is om de hoek voor mij. Dit is gewoon 1 uur en 3 kwartier in de auto is gewoon een lachertje. Dessing was meteen enthousiast toen haar vrienden met het plan kwamen. Maar waarom van het westen naar Drenthe? Het is heel moeilijk om überhaupt een bestaande camping te kunnen kopen. We hebben geen grote budgetten. En hier was vrij veel ruimte en de mogelijkheid om onze duurzame huisjes te bouwen. En het was eigenlijk een beetje een soort van leeg schilderdoek nog. De camping was niet meer in gebruik de laatste 2 jaar. Dus we konden helemaal van scratch af aan opnieuw beginnen. Gasten kunnen kamperen in een tentje, maar creatievelingen mogen hier ook hun eigen duurzame huisjes bouwen. We zijn niet van dat alles gestyled en flitsend en zo. Nee, het moet gewoon leuke creatieve uitingen zijn. Maar eerst is er dit weekend dus een openingsfeest dat vandaag begint. 600 bezoekers kochten een kaartje en daarmee is het festival uitverkocht. We hebben 2 dagen lang bands, we hebben DJ's, we hebben geluidkunstenaars, we hebben kunstenaars die opstellingen hebben gemaakt. We hebben heel veel kinderdingen, we hebben heel veel dingen in het bos, heel veel natuurdingen. We hebben iemand die komt leren hout hakken en fikkie stoken en heel veel lekker eten en drinken. Ja, ik vind het gewoon supergezellig. We gaan het zien. En dan is het op naar de toekomst voor dit natuurgebied in Zandpool, waar een nieuwe creatieve wind waait. Ze traint 25 uur per week, gaat naar school in Rolde en in Heerenveen en is pas 12 jaar oud. Turnster Iris Groenendijk. En alle arbeid leidt ook zeker tot resultaat, want volgend weekend mag ze op turnkamp in Italië. Duw, maak je lang. Lang, 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 lang en op. Ja, dus het standbeen moet eigenlijk altijd hard blijven. Als die al een beetje zakt, dan floept het boogje te snel achterover. Het is 8:00 's morgens. Dit is de turnhal in Heerenveen waar Groenendijk traint tussen 2 Olympisch kampioenen. Epke Zonderland en Sanne Wevers. Bij de Spelen in Rio bracht ze ons land in vervoering. Ze traint samen met haar zus Lieke. Ja, het maakt het voor hun toegankelijk dat het haalbaar is. Dus je kunt Olympische goud halen. Eerst vond ik het best wel bijzonder, alleen nu ben ik er wel een beetje aan gewend. Heb je ooit hun handtekeningen gevraagd of doe je dat niet als je elke dag... Nou, wel van Celine en Sanne en Lieke en zo, maar niet van Epke. Een fijne bouw, talentvol bewegen, ze leert snel en ze is sterk. In maart werd Groenendijk uitgeroepen tot het sporttalent van Drenthe. 6 dagen per week traint ze. Vandaag moet ze 2 keer en tussendoor gaat ze naar school in Heerenveen. Om 19:30 is ze vanavond weer thuis in Rolde. Een pittig programma dus. Ja, dames, kom aan. We moeten nu wel beginnen, anders redden we het niet. Ik vind het wel leuk, want als dan iets gelukt is of je haalt een hoog cijfer, dan geeft dat ook weer een kick. Als we kijken naar de concurrentie in het buitenland, die trainen nog vele malen meer. En ik denk dat wij in Nederland een beetje op het gemiddelde zitten. Er zullen clubs zijn die net iets meer trainen, maar ook wel net iets minder. Dus het is een beetje, ja, wij denken dat dit de modus is. 3 dagen gaat ze nu in Heerenveen naar school en 2 in Rolde. Nou, ik slaap wel nu 1 nachtje bij een gastgezin. En volgend jaar ga ik waarschijnlijk 2 nachtjes. En wat vind je ervan? Ik vind het wel leuk. Want je hebt dan ook weer iets anders. En dan kan je alvast wennen aan dat je ergens anders slaapt. Net zoals in een hotel als je naar een wedstrijd gaat bijvoorbeeld. En volgend jaar komt er nog een extra training bij. En gaat ze volledig naar het voortgezet onderwijs in Heerenveen. Maar de drukke planning betaalt zich uit. Volgend weekend mag Groenendijk op trainingsstage naar Italië. Dan leer je ook met andere meisjes omgaan en met andere toestellen te werken als we bijvoorbeeld een interland of zo hebben. En waarom mag Iris mee? Omdat zij goed gescoord had in het nationale programma van de talentenselectie. En ja, toen werd ze uitgekozen. Accent in de voeten. Fel. Hoofd naar beneden. En fel. Goed. Ik wil wel heel graag naar de Olympische Spelen, als dat kan.
Echt? Ja. Even kijken, je bent nu 12. Hoe lang moeten we wachten? Ik denk 2024. Ik ben erbij, goed? Ja. Het is toch heerlijk met dit weer het wotterrappen. Vandaag op het Zuidlooddermeer waren er meer mensen bij de zo overdagen. En zo geniet elke ander weer op zijn eigen manier van dit warme weer. Ik hoop tenminste dat je ervan genoten hebt, want de komende dag koelt het af. Vandaag blijft het eerst nog lang warm, maar vannacht koelt het uiteindelijk af tot zo'n 14 graden. Het is wisselend bewolkt en lokaal kan er dan ook een buitje van. Mijn vrouw breekt zo af en toe de zonnedeur en is het dreugen. 'S Middags neemt de bewolking toe en valt er ook een enkele regen- of onweersbui. Aan het begin van de middag is het nog een graad of 25. Later op de dag steekt er een westelijke wind op en wordt het geleidelijk koeler. Zondag en maandag is het overwegend dreugen. De zon breekt geregeld door en het wordt nog zo'n 20 of 21 graden. Dinsdag is het met 18 graden een stuk frisser. Ook dan zijn we nog af en toe de zon, maar er valt ook een enkele bui. Nog maar even van genieten dus. Het lukt verder wel, hè Jasper? Vandaag de laatste aflevering van de Week van Design. Industrieel ontwerpster Saskia Dingelstad uit Dalen ontwerpt producten waarvan miljoenen verkocht worden. Onder andere een project wat ik bij Philips gedaan heb, is de Senseo koffiezetter. Ik heb ook hele gekke dingen moeten ontwerpen, vaters. En dan denk je, daar had ik ook niks mee. Ik heb een keer een SM-bed ontworpen, dat wil je niet weten, joh. En tot zover Drenthe Nu. Een lang Pinksterweekend, maar daarin blijven we u natuurlijk op de hoogte houden van het nieuws. Via tv en radio. En de hele dag door leest u het laatste nieuws op rtvdrenthe.nl en via onze app. Ik wens u een fijne avond en een goed weekend.